kolonie in de Ommerschans. Want je had Frederiksoord en Willemsoord en Wilhelminaoord. Daar was wel een regime, maar je was toch redelijk zelfstandig. En als je hard werkte, kon je een bestaan opbouwen. Je werd er niet rijk van, maar je had te eten en een dak boven je hoofd. Maar al die bedelaars die niet wilden werken, die de straten en de steden onveilig maakten, die werden naar de Ommerschans gebracht. Daar zaten ze opgesloten. 1,50 kregen ze. 1,50 gulden in de week. Waarvan ze dan 1 gulden moesten afstaan voor kost en inwoning. En van die 50 cent moesten ze dan ook nog een extra maaltijd per dag betalen. Omdat die maaltijd die ze kregen niet veel voorstelde. Als het de bedelaars lukte om 25 gulden te sparen van die 1,50 in de week waarvoor ze hard moesten werken, dan mochten ze eruit. En als Karel en Arnie elkaar dan een keer tegenkwamen en over vroeger spraken, dan was dat een troost. Ze hadden een hoop ellende meegemaakt. Maar moeder had ze geleerd hoe je je te gedragen hebt. Ook al heb je niks, helemaal niks.